Van Otterlo. Mooi weggedraaid. Prima. Van Otterlo. Dat is een mooie aanval. Mooie combinatie. De scheidsrechter, de heer Smink moet ik zeggen, heeft gefloten. Ian van Otterlo stond daar een beetje in de weg op de paas van, ja, dit is een kans voor HSC. En een doelpunt. 1-0 achterstand, DVS 33. Wederom balbezit, DVS. Mooi. Ian van Otterlo. Ja hoor, fantastisch. Prachtig doelpunt. Heel mooi. Goed uitgespeeld. Ian van Otterlo die de bal voorzet. En Tsiko Soré. Komt ie. Nou. Alle geluk van de wereld. DVS 33. Dit zijn gevaarlijke momenten. Vind ik altijd van dode spelmomenten. Kijk, daar heb je hem weer. Ja. Als hij een foutje maakt, herstelt hij zich. Dat tekent zijn karakter. Mike Arens. En weer Ian van Otterlo. Ja, heel slim paasje van Mike Arens. Op de slim vrijlopende Ian van Otterlo. Ia Lucien. Een hele hoge bal. Op Stef Kaptein. Prachtig onder controle gebracht. En ook nog een goede paas. Ja, en dit is een prachtig doelpunt. Oulat Ben Laassen. Goed, dit is een lopende aanval. Tsiko Soré. Goed. Mike Arens. Trekt hij naar binnen. Hij trekt naar binnen. En hij schiet. Recht op de doelman af. Nog niemand aan het warmlopen van DVS. Ian van Otterlo. Mike Arens. Even terug op zijn maatje, Sam. Van Otterlo. Mooi weggedraaid. Prima. Van Otterlo. Dat is een mooie aanval. Mooie combinatie. We kijken hier bijna recht tegen de zon in. Ik hoop niet dat u daar last van heeft wat beelden betreft. Maar volgens de cameraman niet. Nou, prachtige aanval. Oh, wat een mooi doelpunt. Wat een schitterende aanval. DVS 33 opgezet door Nicky van Hilten. En hele mooie assist. En wederom Tsiko Soré. Begenadigd voetballetje hoor. Handig jong. Ja, en daar een kans. Ja, en dat is een doelpunt. Nou. Zeer bijzonder. Wat laat DVS dit makkelijk gebeuren? En wederom staat heel Haaksbergen op eigen helft. Ik snap dat nu natuurlijk ook wel. 3-2 voorsprong. Ten koste van alles. Verdedigen. Roemejon. Roland Baas. Ja! Wat een schitterende kopbal van Yannick Bouw. Oh, jongen. Wat een prachtige voorzet. Natuurlijk Roland Baas. Of Benjamin Roemejon. Dat zag ik niet helemaal precies. Maar tegendraads noem je dat, hè? Ingekopt. Schitterend. Terrunt doelpunt. DVS 33 volkomen terecht. En nu erop en erover.
Ja, dit was weer een mooie actie van Oussama Siali. Waar bijna Jannik Bouw zijn tweede zou kunnen maken. Ja, wat dat betreft, de spitsen doen het goed bij DVS 33. Chico Soré heeft er twee in liggen. Jannik Bouw met die prachtige kopbal natuurlijk. Er ook één. En zo staat het hier 3-3. En zitten we in de 86e minuut. Spanning, spanning, spanning hier. Nog geen gat ingeslagen. Mike Arens. Helaas. De scheidsrechter fluit voor de laatste maal. En zo is het dat DVS 33 hier met 3-3 gelijk speelt tegen HC. Ik zou zo zeggen, allemaal heel erg bedankt voor de aandacht. En tot volgende week.